eigenlijk als één lijn en vanaf hier ga je gewoon naar beneden en naar beneden. Natuurlijk, als hij daar komt, ga je er een beetje naartoe. Of je doet je hoofd een beetje in je schouders. Probeer, probeer vanaf daar te werken. Dat is anders dan dadelijk lastig. Ja, probeer hem niet gelijk te grijpen. Probeer gewoon het blok te houden. Dus als hij komt, zeg maar met die hand, staan, ik ben gewoon. Probeer je blok eigenlijk zo te houden. Dus niet gelijk grijpen. Want als hij ook maar een beetje dit doet, dan grijp ik er langs. Dit blok had ik eigenlijk altijd wel. Snap je? Nee, probeer maar gewoon te ontspannen. Gewoon. Ah, oké, oké, oké. Ja, zeker. Ja, je handen weer gewoon laten zakken. Je merkt juist, als je in fighting stand staat, dan is 360 blok. Als ik zo sta, dan is mijn 360 blok niet het ideale. Als ik zo wel zou staan, dan zou ik eerder inside defense of outside defense maken. Het gaat er nou puur om, vanuit je semi-passive, vanaf hier is dit eigenlijk een goede positie, snap je? Als ik hier zou staan met mijn handen en hij trapt, dan zou ik scoopen of ik weet niet. Niet grab, alleen want elke normaal. Ja, dit is grab en dit is hoek. Oh, sorry, op het moment, dat je die ja, zit je. Nee, maar ook, op zich is het water niet goed. Ja, kan iedereen brengen. Dus goed. Zo. Maar dat kun je nooit doen. Dit kun je nooit doen. Terwijl je naar voren komt. Maar kijk, waar gaat de fles aan? Ja, ja. Kijk, als je dan al. Druk, druk. Hoes. En dan is het met gestrekte arm voorlangs brengen. Dan heb je ruimte tussen jou en het mes. En dan is het inderdaad hier eruit halen. Maar je kunt niet dit doen terwijl je naar voren rent. Want dan hoeft alleen een punt te draaien en je rent er zelf in. Het blok liefst actief niet het wapen hoor. Dat is het juist ook niet, maar ik zie toch om als het blok nog actief maken. Toch om het is niet fit. Scannen en wegwezen. Liever niet. Kijken. Liever niet, je stopt. Dat is mijn broertje. Je hebt meer kans op de steek. En zijn neef. Dan kan ik ook meer. Een grote familie. Snap ze? Ja. Dus liever het wapen volgen. Altijd contact houden. Ja. Dit draait. Ah, dat is leuk. Oh, dat is gelijk hier. Snap ze? Een beetje dit niet. Ja, iets meer controle. Weet je Het enige wat je dan nog kan doen is inderdaad vasthouden, trappen, trappen, trappen. En dan dit. En doe het mes.
In plaats van, je hoeft niet aan te wapenen. Nee, dat klopt. Nee, precies. Ja. Hetzelfde met als hij nog heel sterk is. Ja. En ik sta hier met die elleboog, bam. Ja. Op de achterkant van de hand. Oh ja, ja. Laat die ook los. Ja. Duwen en wegwezen. Ja. En inderdaad, als je wegglijdt, shit, ja. Ja. Ja, ja, maar gewoon doen. Wat dan? Ja, ja. Hup, trap, trap. Dan ga je het met pure agressie doen. Yes? Ja. Zo. Dat is mooi. Zeker als ik geen fine motoriek meer heb. Ik heb zijn paniek best, de fine motoriek van de. Maar vanaf hier is het eigenlijk eerst. Zal ik ze slash doen? Slash? Ja. Oké, heren. We hebben het net al even gezegd. We gaan gewoon even lekker met z'n allen in een klein vlak. Ik ben geen vlakje trek. Gewoon door elkaar lopen. Ja, precies.
Ik wil het alleen maar helpen, zo zit het. Ja, ik voel een goed moment in gaan, man. Beter dan. Nee, heren.